8 jaar, daar zijn we aangekomen. 4,5 finale zijn gekomen. Namens Geldermalsum start de topbaan af, Nick Kerkhoff. Baan nummer 7 gaan we kijken naar Lars Uiterweert. Baan nummer 6, Flying Balletjes, Rick Schalk. Baan nummer 4, hij gaat 5, hij gaat op zijn thuisbaan rijden, Julian Brouwer. Namens Nuland, baan nummer 4, Emiel De Haas. Wij gaan naar dubbelsprinters, hij zal vanaf baan 1 starten. Emiel Ravenshorst. CRT Raalte, kan hij voor een verrassing zorgen? Hij is de hele dag al goed, Maurits van der Wal. En we gaan kijken naar de snelste man die we hebben in Nederland in de categorie 8 jaar. Een van de snelste mannen van Europa, Jan Kraus. Finale boys, 8 jaar. Oh, kijk eens aan, Kraus is alweer als eerste vertrokken hoor, en dan moeten ze er alweer achteraan. Dan hebben ze de achterstand alweer te pakken. Ravenshorst die daarbij zit, Milan de Haas die sterk doorkomt. Het is twee keer Brabant hier op plaats nummer 1 en 2. Ja, laten we eerlijk zijn, de rest is al gezien. De rest heeft al geen aansluiting meer. Dus er is nog één man die misschien in de buurt van Jan Kraus kan komen, en dat is Milan de Haas. En hij heeft veel snelheid hoor, de Haas. Als hij dit toch goed gaat doen, als hij de trapjes op de juiste plek zet. Maar ja, Kraus weet ook als geen ander hoe dat moet. En je ziet eigenlijk dat hij dat misschien nog wel beter kan, want hij is helemaal niet zoveel sneller op de baan. Hij doet alleen net een trapje meer, een trapje extra, een trapje harder. En dan ga je hem nooit meer terugzien. Dan ga je hem niet meer achterhalen. Dan gaat de Haas zilver winnen. En is de titel voor Jan Kraus.